Hebben jullie toevallig een euro? Ja, man. Krijg je van mij 100 euro. What the? Yo, bank weer. Dat is mijn geluk. Hey, yo. Die goed doet, goed ontmoet. En daarom geef ik vandaag 100 keer zoveel geld terug aan mensen die mij geld willen geven. Doe niet zo gek. Amerikaanse YouTubers hebben dit alles gedaan. Dus ik heb het eigenlijk gewoon een beetje gejat. Maar ik ben benieuwd hoe Nederlanders hierop reageren. Oh, en verderop in de video ga ik steeds een stapje verder. Oh, jezus. Zou je binnen misschien een nieuwe snel kunnen halen? En test ik aan het eind van de video wat mensen doen als ze een verloren tasje vinden met waardevolle spullen erin. Dus blijf vooral kijken. Heeft u misschien een euro voor mij? Heeft u misschien een euro? Ik help je niet. Dames, mag ik jullie iets vragen? Nee, sorry, ik heb echt haast, sorry. Oké. Okay. Het loopt toch niet zo snel voor iemand die haast heeft? Oh, kijk eens. Alsjeblieft. Dankjewel. Nee, die mogen jullie terug hebben. Omdat u me 1 euro heeft gegeven, krijgt u van mij 100 keer zoveel terug. Nee, dat is een grapje. Nee, serieus. Nee, dat is echt een grapje. Nee, ik ben serieus. Ja, ik ben aan het kijken wie allemaal helpen. Natuurlijk helpen, altijd. Ja? Ja. Zitten jullie zo in elkaar? Ja, ja, altijd. Stichting voor arme kinderen. Oh, echt? Ja. Oh, nou, dan gaat dit misschien wel naar de stichting. Nou, zeker weten. Ik heb geen euro, maar ik heb wel 2 euro. Oké, okay, dat is ook goed. Dankjewel. Geen probleem. Die mag je houden. Ik geef vandaag mensen die mij iets geven, geef ik 100 keer zoveel terug. Dus nee, doe normaal. Dus je krijgt van mij sowieso 100 euro? Nee, doe normaal. Moet er nog meer bij? Nee, oké. Okay. Geef maar. Ja? Ja. Nee, moet er nog meer bij? Nee. Oké, okay, nou, leuk. Er moet nog meer bij? Nee. Moet er nog meer? Nee, tuurlijk niet. Oké, dan nog meer. Maar dan niet meer zeuren. Oké, okay, ja, is goed. Oké, okay, dat is nog meer. Nee, oké, okay, nu hoeft het echt niet meer. Ben je gek geworden? Nee, doe dan. Oké, okay, nou ga ik echt nee, nou niet hier. Dit is nee, oké, okay, nee. 200 euro. Maar dan wil ik er niks meer over horen. Stop het in de tas. Oké. Meneer, heeft u toevallig een euro voor mij? Nee, dat heb ik toevallig even helemaal niet. Hey, heb jij er eentje voor mij? Ik ben dat je een beetje arm. Geef maar. Want je hebt een hele dure pet op. Volgens mij heb je helemaal geen euro nodig. Heftig. Sorry, heeft u misschien een euro? Heel schandalig. 45 cent. Oké. Okay. Uit blijk van dank krijgt u van mij 100 euro. Nee. Ja. Doe normaal. Ik moet van huilen. Ja, oh, kind. Het is zo welkom. Dit is voor mij heel onwerkelijk. Want ze stonden gaan ze janken. We gaan zwemmen, nou, maar... We moeten nog even toestemming hebben dat je dat oké vindt dat jij dan op beeld bent. Ja hoor. Kijk, vuile tering uit. Dit is dus een quitclaim. Die wordt dan getekend en dan geeft ze toestemming dat ze op beeld mag. Dus het zijn geen acteurs of actrices, oké? Okay? Dat je het even weet. Mijn vader is vanavond jarig. Ik had gevraagd, zullen we uit eten? Ik zeg tegen mijn meiden net, ik had het opa betaald. Nu kan jij betalen. Ja, dat is toch top. Voordat ik doorga met het volgende experiment, leg ik eerst een waardevol tasje neer bovenop een parkeerautomaat. In dit tasje zitten allemaal spullen waarvan een goed mens zou denken, oh, wat erg dat iemand dit is kwijtgeraakt. Laat ik het terugbrengen. Denk bijvoorbeeld aan een dikke sleutelbos, bonnetjes, oorbellen, een zonnebril, een envelop met vakantiefoto's voor oma, 100 euro en uiteraard een briefje met daarop een telefoonnummer die je moet bellen als je dit tasje vindt. Ik leg het tasje opvallend neer bovenop dit parkeerautomaat. Als iemand hem meeneemt en ons belt, beloon ik diegene met 500 euro vindersloon. En nou is het wachten. Spannend. En terwijl mijn cameramat die wacht tot het tasje gepakt wordt, ga ik intussen door naar de supermarkt waar ik helaas mijn portemonnee ben vergeten. Moet u daarvoor betalen misschien? Ja hoor. Maar u heeft zelf niet eens boodschappen gedaan? Nee, maar dat maakt niet uit. Mag ik u daarvoor bedanken met 100 euro? Hoezo? Alsjeblieft. Even serieus, wat hebben we zo? Ja, dat is voor u. Nou, jammer, doe ik me er geen 100 euro voor te geven. Even serieus, waarom? Waarom krijg ik als ik een blikje voor... Waarom kijk, ik ben aan het kijken of ik elkaar nog een beetje helpen in deze tijd. Nou ja, wat is dit? Mocht je trouwens afvragen wat voor drankje ik hier afreken? Nou, dat kan ik je vertellen hoor, want dit is het beste drankje ter wereld. Nee, serieus, Charlie's is oprecht het beste drankje ter wereld. Probeer zelf maar. Verkrijgbaar in Albert Heijn, Jumbo en nog veel meer supermarkten. En mag ik u daar 100 euro voor geven? Ik heb geen 100 euro nodig. Moet ik u nou dwingen om 100 euro aan te nemen? Ja, ik heb het niet nodig. Geef het aan iemand die het nodig heeft. Dan betaal ik in ieder geval voor de boodschappen. Hij geniet van de boodschappen. Bedankt voor de boodschap, joh. Ja, dankjewel. Zou u misschien voor mij willen... Nee. Nee? Nee, je stond echt op me te wachten, had ik het idee. Nee, dankjewel. Doe maar bij mij erop. Mag ik u daarvoor bedanken met 100 euro? Ach, nee. Echt niet. Je bent gek. Nee, Ik sta erop. Nee, dat doe ik niet. Ik ben eigenlijk helemaal in de waaier. Nee, dat kan ik niet doen. Ik krijg eruit. Nee, maar... Dat doe ik met alle liefde voor je. Daar doe ik helemaal niks voor terug. Wat helemaal mooi. Nee, ik doe dat gewoon... Dat is doodnormaal voor mij. Ja, toch? Ik hoef me niet voor te belonen.
Oké. Okay. Echt lief. Wat lief van u. Och, wat ontroerend. Maar och, wat voelt het goed om mensen geld te geven? Hoe zit het bij het tasje? Nou, nadat veel mensen het tasje gewoon keurig hebben laten liggen, waren er uiteindelijk twee mensen die even in het tasje begonnen te vroeten. Mijn plan leek te werken. Ik kon niet zo goed zien wat ze hier nou precies aan het doen waren, maar voor ik het wist waren ze ook alweer vertrokken. Er zijn dus net twee mensen die hebben het tasje in hun handen gehad, maar we konden niet zo goed zien of ze er nou iets uit hebben gehaald of niet. Het zijn gewoon 100 euro gemaakt. Fijne teringlijst. Wat is nou voor onzin? Godverdomme. Maar ik geloof nog steeds in de goedheid van de mensen. En daarom stopte ik opnieuw 100 euro in het tasje en liet ik mijn cameraman die Bradley opnieuw het tasje neerleggen. Ik ben benieuwd. Door naar het boodschappen-experiment. Want om te zien of mensen echt de tijd nemen om je even te helpen, heb ik de slechtste boodschappentas ooit gehaald. Oh jezus. Ja, en degene die zo aardig is om een nieuw tasje voor me te halen, krijgt van mij een royale beloning. Zou je binnen misschien een nieuwe snel kunnen halen? Ja, vraag hoor. Ja, ik wil je graag bedanken voor het helpen met de 100 euro. Dat is niet zo raar. Jawel. Nee, hoeft niet. Kleine moeite, maar... Oké, nou, dan ga ik het schenken en goed. Oh, jezus. Oh. Je moet 35 cent betalen. Oh, het... Zo. Oh, kijk. Oh, wat fijn. Heeft u... Nee, joh, dat is wel goed. Dat maar, kan ik wel leiden. Omdat u mij zo heeft geholpen. Doe niet zo gek. Nee, hoezo? Waarom 100 euro? Ja, neem me dan gewoon aan. Yes, ik weet niet hoe ik erop moet reageren. Dat is super lief, thanks. Ja. Mag ik een knuffel geven? Ja, natuurlijk. Wat lief, dankjewel. Ja, u bedankt. Ik zou je nog even willen bedanken graag. Oh, als dat oké is. Tuurlijk. Met 100 euro als het kan. Ja. Dat is normaal. Ja, voor de moeite. Ah, dit is een grapje. Nee, even serieus. Omdat je mijn zak weggooit, dan krijg je nog meer. Doe eens even niet zo. Wat is dit? Is het genoeg of niet? Ja, maar dit kan niet hoor. Ik help je gewoon. Maar is het, nu moet er nog meer. Is het nou goed? Nee, dit kan ik niet aannemen. Nee, is het niet genoeg? Moet er nog meer bij? Nee. Oké, dan doen we het. Maar dan wil ik nou niks meer horen. Dit is niet zo moeilijk. Moet je nog meer? Nee. Nou, hou het dan. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Oh, jeetje. Oh, zou u misschien binnen een nieuw tasje willen vragen? Mag ik u met 100 euro bedanken? Nee joh, ben je gek joh. Weet je het? Ja, ik weet het zeker. Voor een tasje? Ja. Ik ben dakloos dus ja. Hou op. Nee, serieus. Echt waar? Ja. Oh. Ik woon daar op het Mantelsplein. Oh, alsnog wilde u het niet aannemen? Nee. Ja, is veel. Ja. Vindt u het genoeg? Nee, doe normaal. Nee, we moeten joh. Nog 50 euro. Er kan nog 50 euro bij. Nee, doe normaal. Nee joh, neem aan joh. Doe normaal. Je bent toch een goed mens? Ja, maar wat is te veel? Maar hier. Hier, 150 ja, euro. Hier. Of moet ik nog meer? Is niet genoeg? Nee, doe normaal. Of moet er nog meer? Huh? Moet nog nee, meer? Nee joh. Oké, dan maken we twee. En dan praten we nergens meer over. Hé, hey, dat is voor u. Hartelijk bedankt. Oké, okay, nou, jij ook bedankt. Voor het helpen. En ondanks dat ik bijna 1000 euro armer was geworden in een paar uur, voelde het fantastisch om al deze goede mensen te belonen. Terug naar de parkeerautomaat, waar na een lange tijd eindelijk weer iemand zit te snuffelen aan mijn waardevolle tassie. Een moeder met haar kind. Ah, die moeten wel bellen, toch? Aangezien deze vrouw zei dat ze naar de politie zou brengen, hebben wij natuurlijk even gecheckt bij de politie of er iets gebracht is. Maar helaas, niks. Het is een uur geleden dat die vrouw mijn tasje heeft gepakt. Ze heeft me nog steeds niet gebeld. Gelukkig duurt het nog even voordat deze video online moet, dus ik wacht gewoon. Mevrouw, als je kijkt met je kind, ik heb geloof in je. Na 5 dagen niks gehoord te hebben, gebeurde dit. Hallo met Calvijn. Heeft u toevallig mijn tasje gevonden? Of... belt u daar niet voor? Hallo? Alsjeblieft, verkeerd gevonden. Grapje, ik ben nooit teruggebeld. Nou, geniet lekker van je 100 euro, hè, vuile dief.